er komt een man naar mij toe en ik had oortjes in. En hij vraagt, mag ik een hapje? Ik deed mijn oortjes uit en ik zeg, wat zeg je? Mag ik een hapje? En toen zei ik, van dit? En toen zei hij, nee, van jou. Oh mijn god. Ik weet dus ook niet of ik nu boetes heb gereden of dat helemaal niet zo werkt. Let op, dit is niet normaal. Niet normaal. Good morning. Ja, voordat je denkt, jezus, wat is dit op mijn beeldscherm? Ja, ik heb een maskertje op en ik zie er echt als Godzilla uit. Maar oké, je moet jezelf een beetje verzorgen. Ja, en we zijn lekker aan het werk. Ik ben bezig met factuurtjes sturen. Dat is heel fijn. Ik ga deze smalti even opeten. En dan de dag verder beginnen. Sportkleding al aan, want er gaat getraind worden, of course. Ik pak nooit dan een glas. Dat vind ik zonde van de afwas. Over de afwas gesproken, die zit erin. Maar dit housewifey, heeft gewoon ook een wasje gedaan. Wow. Dus we zijn ook zeker bezig met het huis. Vanavond komt er iemand bij mij slapen, dus dan wil je altijd dat het sowieso schoon en clean is. En ja, wellicht mocht er echt... Ik heb een feestje vanavond, later meer. Maar daar moet ik wit voor aan, dus daarom even een wit wasje. Is alles sowieso schoon. Zo, even een wit shirtje. Laatste tijd heb ik dus eigenlijk nooit meer crop tops aan. Maar laten we het gewoon wel weer een keertje doen. Waarom ook niet? Witte schoentjes. Ik ben obsessed met deze kleur legging. En dan lekker met oranje erbij. Vind ik erg leuk. Ik ga even een beetje make-up opsmeren. Kan je zeggen, ja, waarom zou je make-up opdoen voor de gym? Nou, omdat ik mijn hele dag dan begin. Laat mij. Oké, dan. Het gezicht zit er weer op, hoor. Jullie herkennen me weer. Oh, mag hopen dat het niet zo is. Maar oké, jullie hebben natuurlijk al gezien dat ik Housewifey heb gespeeld. Maar dat mijn kast ook staat. Ik heb mijn kamer helemaal niet meer laten zien. De afgelopen weken ligt mijn kamer... Licht staat, zit mijn kamer er zo bij. Ik heb dus nu hier mijn bed. En de kast staat. Hoe chill is dat? En het handige aan deze kast is... dat je ze zo niet open kan doen. Nee, IKEA, wie verkoopt een fucking kast zonder handvaten? Ik kwam hier echt en ik dacht echt... Ik had hem in elkaar, toen dacht ik... Maar waar zijn de handvaten? Dus nu moet ik hem elke keer hier via onder open doen. En ik ga nog hele leuke handvaten bestellen. Want jullie weten hoe wild ik werd van mijn kastknopjes. Dus wil ik ook hele leuke handvaten op deze. Dus ik had die IKEA handvaten sowieso niet langer opgehad. Maar ja, nu moet ik ook nog boren en shit. Maar wat wel weer positief is, is dat deze twee standaarden helemaal top staan naast mijn grote kast. Want hij is best wel hoog. Dus ik wil daar misschien nog een hangplantje doen. En dan hoef ik er geen drie. Scheelt weer een rip uit mijn lijf. Deze moet natuurlijk nog opgehangen worden, maar binnenkort komt mama. En die gaat mij nog even helpen met verven en dat soort dingetjes. Nu is het dan eindelijk tijd om te gaan gymmen. En daarna gaan we naar het centrum. Op zoek naar witte kleding. Ik ga een pre-workoutje nemen. Oh. Nou, het wordt geen pre-workout nemen, want kijk hoe dit eruit ziet. Dit is dus niet hoe het hoort. Gadver. De meid is haar drinken vergeten. Onder mijn longen wat ik ben. Maar oké, gelukkig kan je hier gewoon drinken halen. Hoppa. Ik ga 30 minuutjes cardio doen en ondertussen ga ik editen. Moet ook gebeuren. Die post moet online, dus. Iedereen kijkt me ook altijd aan, dus ik doe me uit. Eigenlijk wil ik meer mijn fitness meenemen in de vlogs. Dus
als je dat vaker wil zien, laat het me weten. Maar ik heb ook gewoon een fitnessaccount. Dus als je alvast wat inspiratie op wilt doen, dan kan je of naar mijn TikTok gaan of naar mijn Instagram. Mijn fitness Instagram. We zijn weer thuis en oh my god, er staat daar een man en die staat daar zo fucking vaak. En hij kijkt, nu kijkt hij weer. Ik word er zo fucking chagrijnig van. Ik trek hier mijn broek uit en dat moet ik ook niet doen als het gordijn open staat. Maar hij zit letterlijk te staren. Gisteren was ik aan het zonnen op mijn bed en had ik het raam open. Want dan heb ik zon op mijn bed. Hoe heerlijk is dat? En hij zit letterlijk de hele tijd te staren. Hij zit nu ook recht in mijn ogen te kijken. Hij rookt wel 3 peukjes. Gisteren misschien wel 5 achter elkaar om te loeren naar mij. Echt, ik word er vet geïrriteerd van. Hij blijft ook gewoon echt mega staan. Oh my god. Hij heeft wel 10 keer, denk ik, mij half naakt gezien. Ik moet er echt iets op gaan verzinnen, want hier word ik echt niet vrolijk van. Het is gewoon niet chill als vrouw zijn dat je wordt nagefloten of nagestaard door een gast. En al helemaal niet in je eigen huis. Zelfs als ik kleding aan heb, zit hij al te staren. Dat ik denk, gedraag je even. Echt gewoon op een hele nare manier. Maar oké. De laatste tijd, sowieso in Amsterdam, merk ik best wel dat er gewoon sneller vrouwenvriendelijke dingen gebeuren. En daar heb ik af en toe best wel moeite mee. Laatst gaf ik iemand een knuffel. En diegene ging volledig over mijn bil heen, terwijl hij mij een knuffel gaf. Hij gaf mij zo'n knuffel en toen dacht ik al van, wat zit jouw hand laag? En ik baal ervan dat ik op dat moment niet meteen kon zeggen van, yo, wat doe je? En zijn hand weg had getrokken. Maar ik werd een beetje verstijfd en ja. En daar baalde ik nogal van. Want ik ben juist van, je moet het uitspreken, weet je. Zeg wat je denkt. Maar op dat moment lukte dat maar niet. Sowieso dat ik raar word aangesproken op straat. Want ik was laatst een ijsje aan het eten. Of iets aan het eten ergens. En ik zat daar gewoon in het zonnetje te genieten van mijn ijsje. En er komt een man naar mij toe en ik had oortjes in. En hij vraagt, mag ik een hapje? Ik deed mijn oortjes uit en ik zeg, wat zeg je? Mag ik een hapje? En zei ik, van dit? En zei hij, nee van jou. Nou, zo'n ding heb ik nog nooit meegemaakt. Het is echt ongelooflijk. Wat ik ook al in de vorige vlog zei, toch? Alsof mannen ruiken dat je single bent. Ongelooflijk. En ergens is het een compliment, oké. En dat van, mag ik een hapje, vond ik niet vervelend of wat dan ook. Maar als iemand je een knuffel geeft en je half betast, is dat wel gewoon vervelend. Net zoals dat deze man mij onveilig laat voelen in mijn eigen kamer, omdat hij letterlijk aan het staren is. Ook als ik gewoon aan het chillen ben in mijn kamer. Dus ik ga van die jaloezie, nee niet jaloezie, hoe noem je dat? Van die siergordijntjes. Weet je wel dat je van die lichte kanten schattige gordijntjes hebt? En daar, als ik het echt donker wil hebben, dan die grote gordijnen. Dan heb ik ook geen last meer van de glurende buurman. En ik heb lekker mijn lunch. Ja, ik heb altijd zulke random dingen wat ik eet. Meestal heel veel groenten. Als ik lekker in mijn vel zit en de flow heb, dan ga ik lekker aan de groenten. En nu heb ik dus lekker champignons. Ik hou eigenlijk niet van champignons. Maar ik leer het mezelf eten. En opgebakken, ik vind het echt nu lekker ruiken. Vroeger kreeg ik een beetje hoofdpijn van champignons. Heel weird. Maar dit lag nog in de koelkast. Dat moeten we gewoon opeten. En heel veel paprika. Augurk eet ik ook nooit los, maar tegenwoordig eet ik dat ook los. Ben ik zwanger of zo, dat ik dat nu gewoon zo eet? Ik weet het niet. Maar ik had er zin in. Maiswafeltjes en komkommer. Ik heb helemaal niet verteld waarom Lies naar mij toe komt en waarom ik in het wit moet en daarvoor nu nog naar het centrum moet. Ik heb een feestje vanavond, Sensation, van Heineken is dat geloof ik. En dan gaan we even om het hoekje kijken. Lies slaapt bij mij. We zitten op het scootertje hoor. Ja, het is heftig in Amsterdam. Heel veel stoplichten, daar word je helemaal gek van. Maar toch het scootertje gepakt in plaats van de fiets. Ik hou van de scooter in Amsterdam. We zijn er. Nou, dit was echt een en al drama. Oh my god. Maar oké, volgens mij heb ik echt overal gereden waar ik niet mag rijden. Ja, ik snap er gewoon helemaal geen kut van, eerlijk gezegd. Oh mijn god. Ik weet dus ook niet of ik nu boetes heb gereden of dat helemaal niet zo werkt. Ja, vast. In Amsterdam wel. Maar ja, als politie tegen was gekomen, dan had ik gewoon gezegd, ja, ik ben een blond kutje uit Friesland. Ik snap er geen kut van, joh. Ja, nee, ik heb echt gereden als een of andere randdebiel. Echt op plekken waar ik niet mag rijden. Oh mijn god. Even serieus, maar hoe dom kan je zijn? Of een zaterdag in Amsterdam. Ik denk dat je makkelijk iets kan shoppen.
het is zo fucking druk. De pashokjesrijen zijn volgens mij al minimaal een uur, dus dit wordt leuk. Ik heb gewoon een random broek gekocht en dan ga ik hem thuis passen en dan hoop ik dat hij past. Chris, it's Lee Sarah. It's Lee. Yes. Ja, wij gaan even alcohol halen. Don't do drugs and don't do alcohol onder 18. Sowieso geen drugs. Maar ja, alcohol is misschien nog wel slechter. Maar maakt niet uit. En ik heb echt een hele tas vol met witte kleding gekocht. Ik heb gewoon alles in de Zara gehaald. Ik heb ook, kijk, dit is allemaal witte kleding. Dit is allemaal gewoon witte kleding. Ja. Voor, dan gaan we passen of er nog iets past. Meestal als ik met alle kleding de pashoekjes ga in de Zara, dan leg ik ook alles weer terug. Dus ik ben bang dat ik vandaag gewoon naakt ga. Hey, wel wit. Wel wit. Nou, dat zei ik vanochtend ook al. Jongens, dit is een optie. Ik heb deze laarsjes die ik heel leuk vind, die ik er sowieso onder kan doen. Het is een beetje kort. Je schudt met je bil en hij komt eronder uit, maar we doen er gewoon een broekje onder. Dus wellicht doen we dit, als we geen betere opties hebben. En ik heb ook nog een veel chicere jurk, of chic, veel heftigere gala jurk, die Lies ook heeft. Dus dat is heel grappig. Of een matchje. Girls in White, yes. Dit was de jurk die Lies ook, we draaien ook al bij zo aan de zijkant, die Lies ook heeft. Maar ik vind dit wel heel leuk staan. Toch? Ja. Ik ben alleen een beetje twijfelen over mijn BH. Of je die eronder doet of niet. Ja, maar kijk, als ik boobtape doe, zie ik, kijk, dit hele ding past ook niet over mijn kleding. Nee, maar dat is het probleem heb ik dus nooit. Dit is een beetje overdressed. Ja, nee, we gaan het voor iets casualer. Vooral als mevrouw zo lekker... Ik ben altijd zo. Ja, yeah, I love it. Yeah. Nou, dit was een hele leuke optie. Oh, zo. Gaat goed? Ja. Alsof ik nu al dronken heb. Wat? Als ik nu al gedronken heb. Ik heb geen druppel op, jongens. Maar dit was een hele leuke optie geweest. Alleen tegenwoordig verkopen ze geen witte broeken, maar doorzichtige broeken. Kijk, één keer. Dit kan toch niet, jongens? Dit kan toch niet? Nou ja, oké. Okay, dit wordt er niet. Meid, je bent helemaal into the white. Jongens, dit was mijn beauty blender. Nou, deze gebruik ik dus nu al een paar, denk 2 weken niet, omdat ik dacht bij mezelf, dit is echt te goor. Ik moet een nieuwe kopen. Dus dat heb ik gedaan. Zo ziet de nieuwe eruit. Zo zag deze eruit, hè? The fuck. Ja, dat is echt niet oké. Maar je moet hem even ook knippen. We gaan hem ook knippen. Ja. Oh mijn god, ik schaam hier gewoon voor. Oh my god, dit is echt... Dit is echt te goor. Okay. Even serieus. Hoe kan dat? Nou, als ik hier geen ziektes van over... Ja, ik meen het ook. Als ik hier geen ziektes aan over heb gehouden, dan weet ik het ook niet meer. Hey, er zitten twee mannen in huis. Yes, normaal zitten alleen maar vrouwen hier. Yay, mannen! Wij zijn omgekleed. Hoe cute is dit? Helemaal leuk. En we hebben allemaal TikTokjes opgenomen. Dus check, dus check die. Lee Sarah, Merlijn Kuipers. Merlijn? Nee. Weet je wat er net gebeurde? Ik heb vandaag... Ja, waarom noem je me Merlijn? Dat ik in het briefje mocht. Ja, dit geloof je niet. Dit geloof je. Waar is mijn briefje? Ik zei toch tegen jullie, de laatste tijd hebben mensen hele rare flirttechnieken bij mij. Dit zat op mijn deur. En dan... Van Merlijn. Ik bedoel ook Marijn, maar ik zat zo in mijn hoofd. Ja. Dat... Maar zou die dan Merlijn heten? Ja, of hij of zou hij denken dat ik Merlijn heet? Dit neem ik mee. Eyeliner, concealer, sleutels. Hoe heet het? Parfum? Lipgloss. En mijn ID-kaart. A very nice picture of me. Ja, yeah, very nice. En een haarborstel die eigenlijk niet in het tasje past. Maar ja, de wilde manen moeten gekamd worden. Ondertussen is iedereen klaargemaakt. Jij bent helemaal ready. Deze meneer is ook in het wit. Mijn money hat. Nice. En deze meneer ook helemaal in het wit. Kijk eens. Heel goed, ik heb deze witte laarsjes. Oh, dat heb ik al laten zien. En ik heb een zwart detailtje. Jezus. Hey. Ik kom zo niet aan mijn woorden. Zoveel prikkels en dat soort dingen. Maar ik ga verder filmen met mijn telefoon. Voor het geval dat ik dit ding kwijtraak. Hè? Hij doet het net weer. En ik ken mezelf een beetje. Die ga ik kwijtraken. Dus ik zie jullie vannacht weer. We zijn binnen met de mannen. Yes, Lies is naar de wc. Nou, dit geloof je niet. Lies was samen met deze meneer via een andere ingang gegaan. Dus ik denk, nou, die zien wij gewoon nooit meer terug. Ik was met jou. Mooi zijn. En toen, echt letterlijk na 2 tellen, kwamen we jou tegen. Ja. Jongens, dit is niet normaal. Left, right, 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 left, right. Let op, dit is niet normaal. Left, right, left, right, left, right.
terug. En we gaan zeker geen filmpje maken van iedereen, want niemand wil erop. Maar dit was ook niet normaal, toch? Ja, het was mega sick. Thuis. Oh mijn god. Ik ben blij dat ik thuis ben. Het is, hoe laat is het? 4:30? Oh mijn god. Ik zei op een gegeven moment, jongens, ik moet naar huis. Ik wil morgen ook een beetje fris zijn. Ik was al zo moe en volgende week heb ik een hele drukke week. Dus dan moet ik mezelf een beetje beschermen. Is het alsnog 4:30? Maar oké, ik heb het niet normaal leuk gehad. Ik heb alleen maar toef, toef, zo gestaan. Ik had niet eens door dat het zulke muziek zou zijn. Maar die stage was zo gaaf gebouwd. En die lampen en hoeveel mensen er waren. Iedereen in het wit. Het was echt mega. Het was echt geweldig. Ik hoop dat jij het ook geweldig vond. Dit was weer een vlogje. Even wat anders dan een verhuisvlogje. Er komen binnenkort weer verhuisvloggen aan. En ja, ik heb de flow weer te pakken met het vloggen. Tot de volgende keer. En de kus.